Ik denk dat de eerste rol van jeugdwerk nog altijd blijft om gewoon een plek te creëren waar jongeren zichzelf kunnen zijn, zichzelf kunnen ontplooien. Los van los van specifieke focus op arbeidsmarkt, maar alle rollen ontwikkelen die maatschappelijk relevant zijn. Dat is ook een beetje een gevaar in het onderwijs, denk ik, dat we te veel nu zouden gaan focussen op wat van belang is voor de arbeidsmarkt, terwijl we als burger toch heel wat andere rollen mochten vervullen hebben. Dus ik mag hopen dat het jeugdwerk in de eerste plaats een plek is waar iedereen zichzelf kan zijn. Creativiteit kan ontplooien, ondernemerschap, maar dan in de brede zin van het woord, kan ontwikkelen. En een plek waar inclusie wel mogelijk is. Hè? Ik denk dat aan het jeugdwerk vandaag blijvend is, want ik zeg niet dat ze dat vandaag niet doen, maar het is een blijvende zorg om zichzelf in vraag te stellen en in de dialoog aan te gaan met groepen die ze nu niet bereiken, om die toch mee in te sluiten en zo eigenlijk vooroordelen ook te kunnen doorbreken en discriminatie in de toekomst.